Trouwe kijkers en nieuwelingen die mijn vlog gevonden hebben en vlogs bekijken, alles met betrekking tot auto's. Nieuw jaar, nieuwe ronde, nieuwe kansen, zeg ik altijd. Jaar 2024. Ik wens u een fantastisch 2024 en een heerlijk mobiliteitsjaar. Laten we het daar maar op houden. Naast mij staat een Suzuki S-Cross met daarin de voorruit, een kras in de voorruit. Hier en hier een hele dunne. Die moet ik eruit polijsten. Want de wagen komt bij een Suzuki dealer vandaan in de regio. En deze moet in de verkoop. En ja, er is niks handiger en prettiger als een voorruit die strak is. En geen krassen hebben. Ik ga de wagen aan de binnenkant even het gedeelte afplakken. Zodat ik kan zien waar de kras begint en waar die eindigt. En dat geldt eigenlijk ook voor hier onderin vanaf het paravaan, lopend gedeelte in het zwarte gedeelte, tot ongeveer hier. Het zijn de twee, ze lopen niet strak naast elkaar. Oh, hier komt die. Hij loopt hier, ja, toch wel door. Hij loopt van hier tot, met bochtje mee, hier. Dus hij loopt zo. Maar dat laat ik even met, zometeen even met de camera zien. En dan hier dit stukje ongeveer. En die is wat dieper. Je voelt hem nauwelijks tot niet, dus hij is er netjes uit te polijsten. Ik pak even de camera op en dan laat ik de kras even zien. Want van die kant zie je dat niet, van die afstand. En dan ga ik mijn spullen bij elkaar halen, het raam en de wagen afplakken. En dan ga ik aan de slag. Dus ik zou zeggen, vind je het leuk om weer te volgen? Heel graag. Stay tuned. Goed, zo gezegd. Nou ja, goed. Je ziet hem al, hè. Hij loopt van hier naar daar. Daar eindigt hij, een centimeter of 25, denk ik. En dan hebben we de hele dunne. En dan hoop ik dat ik die op beeld hier... Dan ga ik even een stukje terug, want dan kun je hem vandaag wel spotten. Daar. Daar komt hij. Hier een hele lange... Dunne, even voor de ruitenwisselblad door en dan loopt die hier. Kijk, dan komt die hier, zie je hem in het scherm, zo, tot hier aan toe. Goed, auto afplakken. Auto afgeplakt. Laten we beginnen. We beginnen eerst even met de kleine en de hoge.
Zo, beide krassen zijn eruit. Ik ga het materiaal even opruimen en dan kom ik zo nog even bij je terug. Uiteraard nog even met een shot van hoe de voorruit nu is. Deze hoezen zijn oorspronkelijk bedoeld voor in de winterperiode tegen het voorkomen van het vastvriezen van je ruitenwisselbladen op de voorruit. Ik gebruik ze echter voor klussen waar ik het gespetter soms van materiaal wil voorkomen op de ruitenwisselbladen. Dat is erg lastig schoonmaken, dus dan heb ik mooi een beschermhoes voor dat soort werkzaamheden. Mocht je interesse hebben voor in de winterperiode deze hoezen te aanschaffen, ik heb ze gekocht bij loudershop.nl in Susteren. En Loudershop is tevens ook de importeur van de Heco raamspoilers. Check de website en ik zou zeggen, ideaal voor in de winterperiode. Goed, genoeg reclame. Ik ga de materialen even opruimen, de binnenkant van de ruit even schoonmaken en dan kan die terug naar de Suzuki dealer. Tot zover. Bovenste tussen de twee streepjes zat de kras en de andere kras zat precies in het boogje, ook afgestempeld. Of afgeplakt met de stickertjes. Ik zal er even omheen gaan, dat je hem ook vanaf deze kant kan zien. Zie je, hij is weg. Lastig, met het ruitenwisselblad valt te veel op de voorruit omhoog. Dus ik moet hem recht overeind laten staan om goed mijn werk te kunnen doen. Ik heb het materiaal opgeruimd. De ruit is weer netjes zoals die behoort te zijn. Er zit alleen nog hier nog wat steenslag in. Maar goed, de wagen kan terug naar de Suzuki dealer. En ik zou zeggen, wederom weer bedankt voor je belangstelling. En wellicht zie ik je bij de volgende video. Ciao.